Ik had een vrouwtje in mijn taxi, die moest naar de Kooistraat. Dus goed, ik daar naartoe, weet het niet, echt later. Stak bij de stoplichten, daar bij de burgemeester Bechtweg, daar richting Berkelensgat, weet je wel, dat nieuwe industrieterrein daar. Stond er in een evenement, die draait zijn rampje open. Dus ik denk, ja, die zou wel iets moeten, dus ik draai mijn rampje ook open. Hé, chauffeur, zei, heb ik ook een scheet gelaten? Ja, enfin. Ik kom aan bij de Kooistraat een tijdje later. Ik zeg, vrouwtje, dat is dan 25 euro. Dus ik wachtte. Maar ze zei, chauffeur, mag ik jou wat vragen? Ik heb geen geld, kan ik ook in natura betalen? Ik zeg, ja. Ja, dat weet ik niet of dat verstandig is. En dan misschien moet ik dat toch even de centrale bellen. Maar mij denk het zei, had ze er een rok allemaal getrokken. Hè? En geen onderbroek aan of niks. Hè? Dus ik kijk zo eens en ik zeg, nou vrouwtje, redden niet klender. Ja.